Rigom Ouderwerk in Os organiseert in het kader van de Week tegen Eenzaamheid diverse activiteiten om eenzame mensen met elkaar in contact te brengen. Donderdag konden mensen meedoen aan een proeverij van wereldse gerechten in het talentencentrum in Os. Heeft u een beetje lekker gegeten net? Heerlijk. Ja, alleen ja, de een lust dit, de ander lust dat. Maar het was heerlijk. En nu is het deze week de landelijke week tegen de eenzaamheid. Ja. Kent u veel mensen die eenzaam zijn in uw omgeving? Hier zit er een naast. Nee, echt. Die ken ik niet. Nee. Want gelukkig zijn al onze vrienden en kennissen nog samen. En wat doet u er zelf aan om niet eenzaam te worden? Onder de mensen komen. He, dus zorgen dat je, net als nu ook, als ze je uitnodigen, dat je er naartoe gaat, dat je erbij bent. Ik voel me niet eenzaam, want ik kan me te goed vermaken. Ik interesseer me in heel veel dingen. En als ik me voel, 's middags niet lekker voel, dan denk ik, ga lekker aan het lopen. Dus ik loop veel. Ik zit nog op fitness, sinds kort. Bij de genoeg, ja, ik beweeg veel. Het gaat goed. Nou, ik ben helemaal alleen en ik denk, dan ga ik hier eens even kijken wat het bij de Rigom, wat ze er allemaal hebben. Vandaar zit ik hier. En vindt u het gezellig zo met z'n allen? Ja. En bent u al in contact gekomen met mensen die u niet kende? Nou, mijn buurvrouw, die kende ik helemaal niet. En wat vindt u daarvan, dat eigenlijk meer dan 1 miljoen Nederlanders eenzaam zijn? Ja, ik kan het niet snappen. Nee. Maar je moet ook niet terugtrekken. Bij ons zit er dan ook eentje en die doet nergens aan mee. Maar dan word je ook niet nergens meer bij betrokken. Ook Rigom is van mening dat het in contact komen met elkaar een goede oplossing is tegen eenzaamheid. Meedoen is wel belangrijk met deze activiteiten. Dus wij zijn organisatie, dus wij organiseren deze activiteiten. Het moet ook van hun uitkomen dat ze ook gewoon aanmelden, komen, de bel trekken. Dat er op tijd iets gedaan kunnen worden. De rest van de dagen worden er nog meerdere activiteiten georganiseerd, zoals een schildercursus en een haak- en breidag. De Week tegen de Eenzaamheid duurt nog tot 4 oktober.